Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben weer een behoorlijk bewolkte dag achter de rug. Vanochtend was het echt grijs en druilerig. Vanmiddag werd het op wat meer plaatsen helderder. Brak heel af en toe de zon door op een enkele plek. Maar het mocht nog niet veel naam hebben. De bewolking had de overhand. Dat zien we ook op de bewegende wolkenfoto's. Vanaf de Noordzee komen er wel wat opklaringen aan. De lucht wordt wat beter, wat helderder. Maar uh, echt lekker opklaren wil het niet. En de aanvoerrichting ja, die laat ook gewoon heel veel bewolking zien. Er zitten wel opklaringen, het wordt wel iets beter. Maar echt spectaculair helder gaat het niet worden. Als we naar de modelvelden kijken, zien we dat we te maken hebben met een hoog drukgebied. In de buurt van de Golf van Biscayen, lage drukgebieden bij uh, Noorwegen en ook in de buurt van IJsland. Nou, dat is allemaal ver weg. We zitten eigenlijk een beetje in niemandsland. De luchtdruk is aan de hoge kant, maar toch weten we steeds vochtige lucht vanaf de Noordzee binnen te lekken, en vandaar dat hele grijze weerbeeld. Gaat er dan wat veranderen? Nou, eigenlijk in grote lijnen niet. Op de oceaan zien we een regengebied liggen, die komt heel langzaam onze kant op. Maar dat is eigenlijk pas zaterdagavond dat dat ons gaat bereiken. Het hoogdrukgebied zien we zich ook verplaatsen, maar niet naar ons land, maar richting het Alpengebied en later richting de Balkanlanden. Daar dus heel rustig weer en bij ons blijven we in dat, ja, dat niemandsland zitten met stroming vanaf zee en daardoor vaak toch nog steeds laag hangende bewolking. Goed, het is niet allemaal kommer en kwel. Ik verwacht dat we toch af en toe met opklaring te maken krijgen. Dat zal dan in de loop van de nacht en morgenochtend moeten gebeuren. Dan komen er wat meer gaatjes in het wolkendek. Hopelijk gaan we dat zo ook in de modelvelden zien. Maar de bewolking, die houdt de overhand. Nou, je ziet het, hier en daar even een klein opklaartje. Ook weer een spatje morgen later op de dag. Het stelt allemaal weinig voor, maar het is toch vooral uh, een bewolkt een verhaal. Ook in het weekend uh, houden we dat min of meer. Af en toe kan de zon doorbreken. Maar hou vooral rekening met veel bewolking. Kan het alleen maar meevallen. Vanavond dus een enkel opklaartje, op de meeste plaatsen droog, temperatuur rond 11 graden. En met al die wolken wordt het ook komende nacht een niet koud, minimaal tussen de 7 en de 10 graden. De opklaringen worden wat breder, heel misschien ontstaat een nevel of een mistbankje. maar ik denk dat het verkeer daar niet last van heeft. Morgen dus wolkenvelden, veel wolkenvelden, maar vooral in de ochtenduur ook af en toe zon. In de middag trekt de hemel, denk ik, weer helemaal dicht. Wel grotendeels droog en temperaturen van zo'n 12 à 13 graden. En dat is iets onder normaal voor de tijd van het jaar. Kijken we dan naar het weekend weer. Nou, dan verwacht ik op zaterdag eigenlijk amper of geen zonneschijn. Veel bewolking dus, maar wel grotendeels droog weer. Pas tegen of in de avond komt er weer regen aan vanuit het westen. En dat zijn niet eens grote hoeveelheden. Temperaturen dus rond de 12 graden op zaterdag, op zondag ook 12 graden, maar dan lijkt het weer wel toch wat opener te worden, zoals we dat noemen. Wat vaker breekt de zon door, al houden de wolken waarschijnlijk ook dan nog wel de overhand. Maandag ook een mengeling van wolken en zon, maar ook een enkel lokaal buitje. Heel veel zal het niet zijn. En in de temperatuurverloop voor de komende twee weken zien we ook weinig spanning. We blijven eigenlijk in de buurt van die 15 graden. Enkele keer misschien erboven, meestal er net iets onder. En verder verandert eigenlijk weinig. Hele rustige weer, wat we al een paar weken hebben, houden we voorlopig dus nog even vast. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.